Maria is een jonge vrouw die met Jozef zal gaan trouwen. Ze is druk aan het werk in haar huis. Plots werd de kamer helder verlicht en hoorde ze: "Hallo Maria, wees maar niet bang. Ik ben Gabriël, een engel van God. Ik kom je iets moois vertellen. God heeft jou uitgekozen om moeder te worden van zijn zoon. En als het kindje geboren is, moet je hem Jezus noemen." Maar als Jozef, haar vriend, dit nieuws van Maria hoort, raakt hij erg van streek. Moet hij nu Maria in de steek laten? In verwarring trekt hij zich terug in zijn timmerwerkplaats en besluit er nog maar eens een nachtje over te slapen. In zijn droom ontmoet hij ook de engel. "Schrik niet, Jozef. Ik ben Gabriël, de gabber van God. Wat je net gehoord hebt is waar. Maria wordt de moeder van Gods zoon en jij mag zijn vader zijn. Ga dus niet stilletjes weg bij Maria, maar trouw met haar. Ze krijgt een heel bijzonder kind. Noem hem Jezus. Want dit kind zal doen wat door de profeet al is verteld." Als Jozef wakker wordt, weet hij nog precies wat hij gedroomd heeft. Alles is nu duidelijk en hij gaat blij aan de slag. Hij maakt een wiegje voor het kindje. Niet lang daarna verscheen er een boodschapper namens de keizer in Rome. "Burgers, luister. Ik heb voor jullie een opdracht in naam van keizer Augustus uit Rome. Hij wil weten over hoeveel mensen hij de baas is. We gaan jullie allemaal tellen. Daarom moeten jullie naar de plaats gaan waar je vader, je opa en nog oudere opa's geboren zijn. Daar moet je je naam op laten schrijven. Pak je tas in en ga dus snel op weg." Ook Jozef en Maria moeten op reis. Naar Bethlehem, de stad van de voorouders van Jozef. Het is een lange reis en Maria is al een paar maanden zwanger.